En dan nu? Hallo kijkers. Dit is geen politiek. De vorige keer op deze netwerkbijeenkomst stond onder andere Carla Dijs op deze kist. Zij vertelde dat er in Nijmegen een nieuwe politieke partij, de Creatieve Partij Nijmegen 2.0, mee ging doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De CPN 2.0 is een verzameling van 43 creatieve denkers uit alle gelederen van de culturele sector, die op een of andere manier van politiek voor ogen hebben. De aankondiging over de Creatieve Partij Nijmegen 2.0, waar ik ook een van de oprichters van ben, daarna, na die aankondiging, kreeg Carla te horen dat het toch niet de bedoeling was om politiek te bedrijven op deze plek. De cultuur begreep het niet, of wilde het niet begrijpen. Wie schetst mijn verbazing als ik in het programma voor deze tweede netwerkbijeenkomst een als hoofdact aangekondigd zie staan dat er een introductie is van de nieuwe wethouder cultuur en de nieuwe wethouder binnenstad. Wij hadden de presentatie van de creatieve partij in dit museum willen doen, maar dat was de politiek. Posters in de Lindenberg werden weggehaald, want we doen niet aan politiek, kregen we te horen. Aankondigingen op een zeepkist dat je bestaat, werd niet op prijs gesteld. Daarom heb ik iets nieuws bedacht. Een kunstenaar maakt keuzes en neemt stelling. Dat noemen we voortaan cultiek. Een goede politicus kan daartegen. Een creatieve geest weet daarmee om te gaan. Cultiek hoeft niet meer krampachtig te reageren op plotseling opduikende posters van politieke partijen en op zeepkistende beklimmende beeldend kunstenaars. Cultiek kan rustig statements verdragen en uitdragen op culturele activiteiten en overbrugt daarmee de kloof tussen de politiek en de cultuur. Eigenzinnig en sociaal, creatief en innovatief, transparant, samenwerkend en verbindend. Dat is culturele solidariteit. Leven de cultiek! Dank voor het kijken en tot de volgende week! Jacques Splinter.